De macro is vernieuwd. In de groothandel is zo'n beetje alles op de schop gegaan. We hebben de winkel totaal verlaagd. We hebben verlaagde stellingen, andere materialen gebruikt. Ik denk als je voorheen bij Macro Dordrecht kwam en je komt nu bij Macro Dordrecht, dat je toch wel het wauw-effect hebt. Dat je denkt van wauw, wat is hier gebeurd? Je ziet de winkel helemaal totaal overzichtelijk. Het is een beleving wat je ziet. Niet alleen het uiterlijk van de winkel moest eraan geloven, ook het aanbod is compleet veranderd. Als je kijkt daar wat anders is geworden, we hebben een hele kaascounter toegevoegd. Waar een specialist staat die je alles kunt vertellen van kazen. We hebben de wijnafdeling hebben overzichtelijk gemaakt. We hebben de vleesafdeling. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daarin een cold room hebt waar de vlees op 2 graden bewaard wordt. En waar je klant kunt kiezen voor het portioneren van het vlees en vacuümeren van het vlees. We hebben de visafdeling, prachtig romarium erin gezet met schelpdieren, met rivierkreeften, met langoustines, met kreeften en met een hele grote kingcrab. We hebben de foodcourt, daar hebben we een professionele kok staan die gerechten maakt met producten uit onze winkel. En er ook van alles over vertelt, hoe die het maakt, wat die heeft gemaakt en voor een hele betaalbare prijs. De winkel wil daarnaast niet alleen de winkelende ondernemer aanspreken, maar ook een werkplek aanbieden. We willen de ondernemers verbinden met ondernemers. Wat je merkt is dat een ondernemer, de nieuwe ondernemer, de start-uppers, die willen zelf bepalen waar ze uiteindelijk werken en wanneer ze werken. Flexibel zijn. Wij nodigen ze uit om dat bij ons te komen doen. Wij hebben de plek ervoor, we hebben de ruimte ervoor, we hebben de faciliteiten ervoor. We staan nu op het netwerkplein. Kunnen ze hier met hun eigen cliënt kunnen ze werken of in discussie. En een kopje koffie of een broodje bestellen bij ons. Landelijk gezien is Dordrecht de 7e vestiging die heropend wordt in nieuwe stijl. Ik denk sowieso dat het altijd nodig is om te kijken naar je klant. De klant verandert, de economie verandert. Het is altijd nodig om sowieso te luisteren naar je klant. Wat wil de klant nou eigenlijk? En daar zul je dus in mee moeten bewegen. En welke plaats moet de macro met deze vernieuwde formule innemen in ondernemen Dordrecht? Nummer 1. De officiële heropening van de macro vindt woensdagochtend plaats.